Flauwekul. Is dat een woord? Ik vind dat ongelooflijk belangrijk. Ja. Ja, flauwekul is van groot belang. En soms denk ik... Ik vind het soms jammer dat mijn publieke kant is niet de kant die over veel flauwekul draait. Mijn vrienden zeggen het soms, oh, is er altijd zo serieus. Nee, ik krijg dat vaak te horen. En, en op die foto's gestold is zo serieus op je foto's, dat zei jij niet. En ik weet nu wel, op de achterflap van Revolutie, mijn nieuwste boek, er was zo'n fotoshoot geweest met de fotograaf van de uitgeverij. En het waren allemaal zo echte auteursportretten. Ja. En ik heb dan toch die gekozen waar ik zo ietsje natureller op sta. Ik had ook aan een aantal mensen gevraagd, die 5 foto's welke moet ik nemen. Het zijn allemaal die. Ik dacht, dat is goed, daar ben ik blij mee. Dat is misschien ook een vorm van wat ego. Ik wil zo... Je hebt zo echt schrijversposen, hè? Sommige fotografen of sommige foto of sommige vormen van belichting. En... Ik heb nog een boek gehad dat dan in Italië uitkomt. Die Italiaanse fotografen, die komen dan echt aan je kraag trekken. Hè? En dan moet je mouwen naar beneden rollen. Proper. Echt. Nee, en flauwekul heb ik op dit ogenblik in mijn publieke, in mijn schrijverskant, is dat nog niet veel naar boven gekomen. Ook al vind ik vaak dat er in mijn theaterstukken, en ook in mijn boeken, en ook in die podcast van Revolutie, die ik me klaar heb gemaakt, daar zit wel, ik hoorde van iemand die zei, daar zit een soort lichtvoetigheid ook in. Ik vind dat heel mooi. Ik vind een bepaalde vorm, Calvino zei dat ook, lichtheid is een mooie deugd. En ik vind dat ook wel. Maar alleen... Mijn broer zei het ook. Mijn broer, de psycholoog, die soms een beetje bezorgd is over mij, die zegt van... Jong, jij kiest nogal je onderwerpen. Het is... het is kolonialisme. Populisme. Democratie. Suïcide. Ik heb daar nog een groot project rond. Je wordt er niet vrolijker van. Apartheid. Het zijn al heftige onderwerpen om mee bezig te zijn. En als ik er achteraf interviews over geef... Ja, je moet daar niet echt zitten... Als het gaat over kolonialisme, moet je daar niet de flauwe plezanterik uitgangen. Nee. Het gaat over iets wat tot op vandaag de dag pijn doet. Nee. En die pijn wil ik ook eren en tonen in mijn werk. Maar dat zorgt ervoor dat in mijn schrijven weinig... plaats is voor... En ik heb, toen ik pas gedebuteerd was, heb ik een kort gesprekje gehad met Peter Verhelst, de dichter... die ook een Bruggeling is of een West-Vlaming is, en kwam hem tegen, ik denk dat het in de Boerla was, en die zei tegen mij die zei altijd tegen mij veulen, hij noemt mij al 20 jaar veulen. Ja, veulen. En dat betekent zoveel als vogel? Nee, veulen. Ah, veulen. Van... Vogel. Nee, het is veulen. Nee, veulen. Mijn West-Vlaams is onbestaan. Veulen en veulen liggen dicht bij elkaar. Dicht bij elkaar. Zeker voor een Brabander is dat hetzelfde. Ik was jonger dan hem en hij zag mijn energie, denk ik. En hij noemde me nog altijd veulen. Veulen. Hij zegt veulen. Hij zei op een goede manier begonnen met Uske. Hij zei goed bezig. Ik ga u één tip geven. Als je op tv komt, zorg dat het over je werk gaat. Ik vond dat zeer mooi. En ja, ik word gevraagd voor spelprogramma's. Zeker op een bepaald moment dat je wat doorbreekt met zo'n boek als Congo en zo. En, dan, en zelfs spelprogramma's waar ik ook met plezier kan naar kijken. Al kijk ik echt niet veel televisie, maar goed. Dan denk ik van, nee, ik ga mijn openbaar spreken. Dat moet over mijn werk gaan. En eerlijk gezegd, ik vind dat er op televisie al flauwekul genoeg is. Ja, want ik wou net zeggen, maar het gekke is dat je, als ik flauwekul zeg, dat jij meteen aan het grappige aspect van flauwekul denkt. Van, flauwekul, een beetje zeverig. Ja. Maar uiteindelijk kan flauwekul ook een heel negatieve bijklank hebben. Ja, absoluut. En ik heb me een tijd lang gestoord over de overdaad aan flauwekul op de Vlaamse televisie. Ik kijk echt nauwelijks. Ik heb ook geen televisie meer. Ik heb een beamer. En af en toe, vanop mijn laptop, beam ik iets op mijn muur. Dus dat is echt niet veel. Maar waar ik... Toen dacht ik ook van, maar wacht eens. Als je dan op televisie mag spreken, gebruik het dan om iets zinnigs te proberen zeggen. Omdat ik vond van, oh mannetjes, al dat lachen. Omdat ik ook vind, flauwekul op televisie kan ook een soort...
stamtischgevoel hebben. Praatprogramma's waar het heel gezellig is voor de doorsnee Vlaming, die kunnen ook iets heel erg uitsluitends hebben voor nieuwe Vlamingen. Ja. En flauwekul kan daartoe bijdragen. Flauwekul is vaak humor voor de in-crowd. Hey, we gaan nog een keer naar dit verwijzen. Of nog een keer, tro is te veel. Ja, goed, dat is een grap die je kent als je hier waart in België. Dus je moet zorgen dat flauwekul niet een soort schutting wordt, een wal wordt, die andere mensen uitsluit. En dat heb ik vaak irritant gevonden, zeker met geforceerde humor op tv, want humor op tv is echt niet gemakkelijk. Maar die geforceerde humor op televisie heeft vaak iets heel erg exclusiefs, uitsluitends, letterlijk uitsluitends. En daarom, dat is voor mij ook een reden om te zeggen van, wel ja, dan maar niet een flauwe plezante, want ik zag dit weekend nog mijn peteken, die is 24 nu, en die zei, allee, Patje, je moet meedoen met de slimste mens, je zou dat goed doen, en ik denk dat ze je sympathiek gaat vinden. Ja, schattig. En ik denk van, ik vind het advies van Peter Verhelst nog altijd waardevol. Met als gevolg dat ik een heel serieus imago heb gekregen. Ja. Maar ik denk ook, het is gemakkelijker om van een serieus imago een wat humorvoller imago toe te staan, dan iemand die altijd de flauwe plezante is, die dan plotseling iets serieus wil. Ik denk dat veel moeilijker is. Je hebt nog tijd. Je kan nog de ommezwaai maken.